our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Zo, lieve vrienden. Ja, Willy is net weer de deur uit en ik ben helemaal vergeten jullie erbij te pakken terwijl Willy hier zat. Omdat ik alweer druk bezig was een vlog van Karin in elkaar te zetten en die staat alweer op YouTube. Dus ja, en dan gaat de telefoon. Celletje maffertjes, hier ligt Elwing op de veenspan. Ik heb ook alweer een aantal foto's ervan gemaakt voor op TikTok. En ja, jullie zien het op deze manier. Ja, ook zo geweldig. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. En het is vandaag alweer reeds maandag, de 3e van de 6e, 2024. En we leven alweer om 12 uur 24. Ik ben al geruime tijd wakker. Maar ja, dan krijg je het druk met vakantie Kroatië. Oftewel, met Karin en haar vriendin, ja, hoe heet ze ook alweer? Ik vergeet haar naam steeds. Dat is de moeder, Amber heet haar vriendin, ja. Nou ja, hier een foto uit de auto vandaan, naar voren. Ja. Vanochtend dat ik telefoontje kreeg, reden ze door Oostenrijk. En toen zei Karin nog 4 uur, ja, huppeldeplut nog, weet ik veel, zeg maar 4,5 uur, 4 uur, 3 kwartier, zoiets. Moesten ze nog gaan. En ook zag ik net iets. Roderick, nog maar 3 uur ongeveer, zegt Roderick. Dus dan zijn ze op plaats van bestemming. En ja, zo gaaf, mensen, wolken, echt. Oh. Dat is toch super? Ja, vind ik van wel. Echt bijzonder en een mooi filmpje. Ja. Echt bizar, die wolken zo laag, hè? Vroeg al vanochtend, is het niet ijl die lucht, want je moet er wel tegen kunnen, hè? Als je heel hoog in de lucht zit, moet je er tegen kunnen, want het is zo ijl allemaal. Maar het is echt bijzonder. Ja, erg bijzonder. Want ik heb ook nog een foto opgeslagen. Galerij. En dat is die. En dan staan ze ergens bij Fussel, weet ik hoe dat mag heten. Ook dus gewoon, ja, in de wolken sta je. Nou, dat is zo bijzonder. Ja, dat maak je hier nog niet, nee, maar waar Harpen mee bezig is, ja. Dan hebben we het misschien te zijn de tijd hier ook wel, want het wordt steeds lager. We worden als het ware ingesloten in een kom van bewolking, laat maar zeggen. Ja. Maar in ieder geval, we zijn dus op maandag, had ik al gezegd, en van de lab. En Willy komt straks natuurlijk, en voor die tijd hoop ik alweer terug te zijn, maar dat denk ik niet. Ja, of ze moet laat zijn. Maar ik ga de meisjes uitlaten. En ja, ik zeg gewoon op mijn beurt, geniet van allerlei dingen wat jullie doen gaan. En ja, het is hier grijs en grauw, zoals altijd, wanneer de zon er is, ja, wie weet. Ik weet het niet. Nee, weten jullie het? Nee, weten ze alleen nog maar die lui, die hoge pieven, die elite, die weten het. Want die hebben er geld voor over om ons te laten stikken. Ja, maar ja, ze bekijken het maar. Ik leef mijn leven.
Ja, en wat een ander doet, moet een ander weten. Maar ik luister niet naar die elite en ook niet, wat ze dan noemen, het kabinet. Moeten ze eerst maar met een normaal kabinet komen. En trouwens, ik heb dat nog even geleefd zoals ik dat wil. Enkel, ja, ik doe niet dingen wat verboden is. Ik ga niet door het rode licht heen rijden. Ik ga niet stelen, zulke soort dingen. Nee. Laat ik wel aan een ander over. Hier hebben we weer... Ha! Wat zegt Roderick? Maar je had toch Vig net? Oh, wacht even. Karin die heeft wat gezegd. Nou ja, dat luister ik zo nog even af. En daarna ga ik lopen. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon. En geniet een beetje mee. Doei, doei, doei. Zo, lieve vrienden. Ja, Willy is net weer de deur uit. En ik ben helemaal vergeten jullie erbij te pakken. Terwijl Willy hier zat. Omdat ik alweer druk bezig was een vlog van Karin in elkaar te zetten. En die staat alweer op YouTube. Dus ja, en dan gaat de telefoon. En dat is Karin. Dus die pak ik er even bij. Tot later. Ja, omdat Karin belde, moest ik dus even stoppen. Want je weet nooit niet wat ze te vertellen hebt. Het kan ook wel privé even wezen. Je weet het niet. Maar ze liet de omgeving ook even zien. Want ze zei, kunnen we even via WhatsApp opnemen? Nou ja, dan doen we dat dan. Even via videobellen. Nou, liet ze eventjes snel de omgeving zien. De zon die scheen. Nou ja, die is hier weer ver weg te zoeken. Die komt af en toe er heel zielig er doorheen. En blauwe lucht met onschuldige wolkjes hier en daar. En ze waren in, als ik het goed uitspreek, in Kamper. Ja, en bergen zag ik. Dus ja, helemaal toppie dan. Ja. Nou, ze moeten ongeveer nog een anderhalf uurtje rijden en dan zijn ze er. Dus we wachten dat met spanning af. En ik hou jullie natuurlijk ervan op de hoogte. En ja, ik heb het koud. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik heb het gewoon koud. Ja, ik ben niet ziek of wat dan ook. Nee, ik markeer helemaal niks. Enkel koud heb ik het. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik geloof dat... Ja, ik ben mijn vest ook vergeten. Dus ik zal naar boven moeten om mijn vest straks te halen. Dus dat doen we straks dan ook wel. Als ik niet warm kan worden. Ja, we proberen het eerst zo. En ja, ik heb gewoon mijn winterkleding aan. Hè? En dan zit je in juni. Ja, op 3 juni. Hoe dan? Hoe dan? Ja, ik begrijp er niks van. Maar oké, okay, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje mee. Zonnetje maffertjes. Ja. Legt Elwing op de vensterbank. Ik heb ook alweer een aantal foto's ervan gemaakt voor op TikTok. Ja, jullie zien het op deze manier. Ja, ook zo geweldig. Hè? We gaan zo ook lopen, hè, meisjes? Ja. En ook is de vlog bezig voor mij om, nou ja, te uploaden naar de computer toe. Dat ik het straks dus naar YouTube kan brengen. En kan inplannen. Ja, maar nu ga ik eerst lekker met de meisjes lopen. En dat redt ze komt wel. En als ik dan terugkom, dan kan ik het naar YouTube brengen. En dan ben ik, wat dat dan gaat, voor vandaag klaar. Want ik ben ook moe. En waardoor, ja, iedereen klaagt erover. Hier, tenminste, hier in Den Helder hoor je zoveel klachten over moe, moe, moe. Ja, wat wil je? Dat komt door dat die... deken bewolking laag is en naar beneden komt en ons insluit en dan word je wel moe. Wat heb ik nog meer gehoord? Ja, een heleboel zieken. Nou, dat heb ik niet. Ja, oké, okay, ik heb iedere dag, word ik wakker met hoofdpijn. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat zit ook in het weer. Ja, dan gaat het weer een paar dagen even goed en dan hup, dan is het weer. Dus ja. Dat dus. Maar nu gaan we lekker met de meisjes lopen. Ja, ja. Knipoog, ik krijg een knipoog van jou. Zo. Nou, kom dan. 1, 2. Goed zo. Grote meid. Dus ja, dat dus. Dat was Elwing. Die is op de grond gekomen, hè? Ja, ook die wil naar buiten. Rijker wil naar buiten. Rijker is...
laatste uurtje is aan het piepen en iedere keer naar buiten toe willen. Dat is geloof ik al 3 of 4 keer buiten geweest, de tuin in het laatste uurtje. Maar in ieder geval, ook heb ik Karen al aan de telefoon gehad. Ze zijn natuurlijk al ruimschoots gearriveerd, maar ze zijn eerst... boodschappen hebben ze in de koelkast opgeruimd en ze hebben een koelkast allebei. Ze hebben allebei een douchegeval, badkamer. Ze hebben allebei een bed en een kast, etc. Ja, ze hebben van alles. Ze kunnen koken zelfs. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik denk een bed en breakfast, maar ze kunnen koken en al. Nou, helemaal toppie, helemaal geweldig. Ze heeft even één filmpje doorgespeeld naar mij van haar GoPro. Dat is ook helemaal geweldig. Ja, ook die dingen heb ik nog. Ook die wil ik weer eens een keer aan de praat zien te krijgen. En even opzoeken, want dat weet ik niet. Ja, in een tas in de kast. Ja, ook die wil ik weer eens een keer gaan gebruiken. Ja, ik wil eigenlijk voor Madame Elwing een corset. Waar dan een GoPro op kan. En dan uit de ogen van een dier. Niet specifiek een hond, nee. Van een dier, want een dier is laag en dat hobbelt en dat doet. Uit de ogen, wat een dier ziet. Dus ja, ik had een dier, kijk, ziet alleen nog maar zwart-wit en geen kleur. Dus ja. Maar dat maakt niet uit. Wij zien dan kleur, maar wel op de hoogte van een dier. Een hond in dit geval. Ja, toch? Dus wat krijgt Elwing te zien enkel dan in het zwart-wit? Oké, ik kan de beelden zwart-wit maken. Ja, dat kan ook allemaal. Dan zien we dat. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet in ieder geval van alles. En geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, we gaan weer naar ons bedje toe. Ja, ja. Want ook ik ben moe. Ja. Ik heb 3 vlogs in elkaar gezet en naar YouTube gebracht. 2 van mezelf, 1 van Karin. En dan gaan we morgen hetzelfde ritueeltje ook weer doen. Want Karin heeft ook al een heleboel zelf gedaan. Dus ja, dat had ik al eerder verteld. Ze zijn in ieder geval veilig aangekomen. Ze hebben een leuk, mooi appartementje. Ze kunnen zelfs koken en al. Ze hebben een inductiekookplaat, geloof ik. In ieder geval elektrisch. Maar in ieder geval, ze hebben een koelkastje. Ja, alles is aanwezig. Dus ze hoeft niet uit te eten, want dat kost alleen nog maar weer extra. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ze in ieder geval heel uit aan zijn gekomen. En ik hoop dat ze heel erg mogen genieten, allebei. Ik gun het ze allebei van harte. Dat doe ik niet zo raak in. Zit ze daar heel dom te kijken. Maar in ieder geval, wij gaan zo een beetje toe. Dus ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit bed zien te komen. En jullie weten het, hè. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!